Al bijna 14 jaar exploiteert het echtpaar Van der Zanden dit typisch Rotterdamse eetcafé aan de rand van het park bij de Euromast, recht tegenover de fietsingang van de Maastunnel. Het pand bestaat al zo'n 70 jaar en is toe aan een renovatie. Alles leek te zijn geregeld. Maar de uitbaters kregen afgelopen donderdag een brief van de gemeente waarin staat dat Scorpio gesloopt moet worden. Ja, het speelt al een jaartje of zes. Brievenwisselingen van wanneer gaan we nou beginnen, wanneer gaan we beginnen. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Tot al een donderdag. Dat wordt gezegd van we gaan slopen, renoveren is niet aan de orde. Plotseling? Ja, eigenlijk wel. Dat is heel plots, want de plannen voor renovatie waren al in een dermate stadium. Dat de bouwtekeningen waren, vergunningen waren aangevraagd en die waren ook verleend. En het was ook helemaal klaar. Het enige waar we nog wachten was de datum van het start. Volgens de exploitanten wil de gemeente Scorpio gewoon weg hebben vanwege de herinrichting van het park bij de Euromast. Onderdeel van die plannen is dat de hoofdentree wordt verbreed en dan staat het eetcafé letterlijk in de weg. Inmiddels is een groep klanten begonnen met een handtekeningenactie. We vinden het allemaal heel, heel erg natuurlijk als het gaat gebeuren. Het is echt een belangrijke plek voor u. Ja, zeker weten. Het uitzicht, dat we dat eens voorop stellen. Heerlijk terras, straks gaat het dak weer open. Het is gewoon een unieke plek. Maar ja, wie zijn wij? Er komen wel een paar nieuwe paviljoens in het park, maar met andere uitbaters en een luxere uitstraling. En zo lijkt het tijdperk Scorpio voorbij. De gemeente wil er vandaag niet voor de camera reageren, maar wil eerst een gesprek met de exploitanten.